Ik ben Tineke Kleren, ik ben hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Leiden. En ik ben een van de redacteuren van de boeken Tekst en Commentaar Strafrecht en Tekst en Commentaar Strafvordering. Ik ben daar zelf 30 jaar geleden mee begonnen. Inmiddels werken we met 3 redacteuren en 2 redactiesecretarissen aan deze boeken. Deze 13e druk van strafrecht is van groot belang omdat er in het wetboek van strafrecht heel veel wijzigingen plaatsvinden. En de wijzigingen die nu hebben plaatsgevonden zijn dan, als het voor de praktijk gaat, toch vooral heel belangrijk de wet forensische zorg, de wet zorg en dwang en de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Die 3 wetten samen zijn in de dagelijkse praktijk essentieel voor het gebruik. De boeken, tekst en commentaar sluiten eigenlijk altijd volledig aan op de actualiteit. De wetgeving wordt iedere dag bijgewerkt, online dus. En dat betekent dat je als gebruiker eigenlijk altijd op de hoogte bent van de meest recente wetgeving. En dat is bij strafrecht en strafvordering zo duidelijk en belangrijk, omdat daar zoveel verandert, dag in dag uit. Zoals nu bij deze 13e druk is alles meegenomen wat eigenlijk per 1 juli 2020 in werking is getreden. En daarbij komt dat we ook altijd komend recht invoegen en dat zijn de regelingen die direct na 1 juli 2020 en al nu bekend zijn, dat die al worden besproken. Dus men is ook voorbereid op wat er komt. De bundels tekst en commentaar strafrecht en tekst en commentaar strafvordering zijn eigenlijk bedoeld voor de rechtspraktijk, zou je kunnen zeggen. En de rechtspraktijk in brede zin. Dat wil zeggen voor de advocaat, voor de rechter, de officier van justitie, de griffier, de secretaris. Maar ook bijvoorbeeld voor docenten aan de universiteit, docenten in andere onderwijsinstituten. Maar ook voor studenten die bijvoorbeeld via deze weg heel makkelijk hun weg in een wetboek kunnen vinden en leren vinden. De bundels tekst en commentaar, tekst en commentaar, strafrecht en strafvordering komen om beurzen per jaar uit in druk. En daarnaast worden er 2 keer per jaar online aanpassingen gedaan, zodat iedereen voortdurend bij is. De wetgeving wordt bovendien ook online iedere dag aangepast. Tekst en commentaar, strafvordering. De 13e druk die er nu is, die is inmiddels, wordt die ook alweer bewerkt met commentaar online. En daarin zit een hele belangrijke verandering voor de praktijk. En dat is de nieuwe wet ten uitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, de herziening de strafrechtelijke beslissingen. En die komt uit het wetboek van strafrecht voor een deel. Dus het is een overheveling van een deel van het ene wetboek naar het andere. En dat is voor de praktijk van heel groot belang. En het is bovendien een uiterst complexe regelgeving. De webapp is heel gemakkelijk. Het is heel praktisch, omdat je waar dan ook op elke plaats een wetsartikel met toelichting bij de hand hebt of een thema wat je kunt opzoeken. Dan komen er meer artikelen, wetsartikelen bijvoorbeeld, tevoorschijn. Dat is in de dagelijkse praktijk voor, laten we zeggen, een officier van justitie of een advocaat kan dat heel erg handig zijn. Een rechter zal toch achteraf, als hij wilt opzoeken, het waarschijnlijk gewoon online opzoeken. Voor het onderwijs kan het heel handig zijn omdat studenten het makkelijk kunnen oppakken, makkelijk even iets naar voren kunnen halen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor mijzelf. Ik gebruik hem zelf bijvoorbeeld als ik naar het journaal zit te kijken en ik zie daar iets gebeuren en denk dan, wat zou dat nou voor wetsartikel zijn? En dan zoek je het meteen eventjes op. Je weet dan waar je aan toe bent. En als dan een half uur later de NOS belt met de vraag of ik nog eventjes een verhaal erover wil vertellen, dan sta ik niet met mijn mond vol tanden.